Zet mijn geluid even aan, dan kan ik op mijn toetsenbord rammen. Beste mensen, goedemiddag. Het is weer tijd voor een nieuw lunchwebinar. Mijn naam is Peter Linders van Uptempo. En bij mij ook meerdere collega's, maar ook collega Oren Thijs Klaassen. Oren, jij gaat vandaag assisteren. Ja, normaal gesproken zit Niels Rood hier natuurlijk. En vandaag ben ik eenmalig zijn plaats vervanger. Mijn naam is dus inderdaad Oren Thijs Klaassen. Ik ben innovatieanalist bij de TKI Urban Energy. Je let vandaag op de vragen die binnen gaan komen en die vragen kunnen gesteld worden in de chat. Ondertussen ben je ook onze portier voor de komende 5 minuten. Dat lukt jou wel, volgens mij kan je iedereen binnen laten. Ja, komt helemaal goed. Ja. Leuk dat u er bent. Het is de eerste Uptempo lunchwebinar van 2022. En we hebben er weer zin in. We hebben weer leuke programma onderdelen die we met u gaan delen. We gaan ook deep dives doen. Er zijn ook mensen die hebben speciale bezoeken gedaan voor dit jaar. Van nou, denk hier aan, denk daaraan. Dat zou ook heel erg goed passen. U krijgt ook nog later een vraag in uw mail met heeft u nog tips of ideeën? Of ik zou nog heel graag willen horen met dat of dat onderwerp. En daar gaan we zeker naar luisteren en naar kijken. Ja, de komende 3 kwartier, we gaan het gesprek aan over data en wat data doet in keuzes die je moet maken bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving naar goede voorbeelden. En Bram Adema van CFP Green Buildings, die is onze gast. En Bram, jij zei in een interview, het herkennen van quick wins is vooral in het herkennen van quick wins in gebouwen. En als je die herkent, dan is dat de grootste quick win. Het was een Engelstalige interview, maar dit klopt, hè? Dat was een opmerking van jou. Nou, we merkten dat als wij adviesopdrachten deden, dat we eigenlijk of te vroeg kwamen, als er nog geen renovatiebudget was of nog geen technische aanleiding was. Of we kwamen te laat als het al achter de rug was en er was nog niet duurzaam gerenoveerd. Je kwam eigenlijk altijd op het verkeerde moment als je een heel uitgebreid onderzoek deed. Als je van tevoren weet wat je quick wins en sowieso wat je verbeteringen zijn, dan kan je op je eigen moment de goede beslissingen nemen. Dat had daarmee te maken. Nou, welkom Bram. Fijn dat je onze gast wil zijn. Je bent de inleider van vandaag. Je bent ook directeur van CFP, Green Buildings. Waar staat CFP voor? Ja, CFP Green Buildings is begonnen als Corporate Facility Partners.
waarbij grote multinationals, maar ook grote maatschappelijke organisaties met heel veel facilities, heel veel gebouwen en accommodaties te maken hadden. En daarvoor zijn we opgericht. Dan gaan we het vandaag niet hebben hoe jij je organisatie hebt opgezet en hoe jouw collega's participeren, want dat is ook een bijzonder model, hè, bij jullie. Oh, dat is echt een leidensweg geweest. Ik wilde graag dat iedereen zichzelf ondernemer voelde. Nou ja, dat kan je niet afdwingen, maar je ziet in heel veel organisaties dat iedereen heel ondernemend is, maar eigenlijk niet mee onderneemt als het gaat over waardegroei of over risico. Hè? Dus dat je dat mee mag doen. We hebben een manier gevonden waarbij je zonder de nadelen van aandelenparticipaties of opties, zet je heel veel nadelen aan, hoe je zonder die nadelen toch iedereen tot aan de secretaresses aan toe kan laten deelnemen. En als iemand vragen zou over hebben daarover, het heeft ons 3 jaar gekost, we delen dat model graag met iedereen. Ja, als je googelt, dan vind je ook wat interviews hierover op het internet. Heel mooi dat je dat wil delen, Bram. Dat delen, is dat nou typisch iets wat bij jou in ieder geval in je roots zit? Dus om met openbare informatie partijen verder te helpen. Geldt dat ook voor hoe jullie met data omgaan? Ja, ik denk dat hoe we met data omgaan, dat is eigenlijk de enige manier hoe we de verduurzamingsopgave kunnen invullen. En ik zou dat ook aan iedereen willen vragen om alle gave dingen die je op een schaal van 1 of 10 of 100 kan doen, om dat keer 10 te doen. Dat als je iets met zonnepanelen hebt bedacht, wat op 1 rij woningen past of op 1 appartementencomplex, hoe kunnen we dat keer 10 of keer 100 doen? Dat soort aantal hebben we nu nodig en daarbij is data absoluut essentieel. Herhaalbaar en deelbaar. Nou, ik kom zo bij je terug, Bram. Ik wil even een introductie doen van ons programma Uptempo. En dan moet ik even op een ander knopje drukken, want dat betekent dat we nu ook live gaan streamen op LinkedIn vanaf nu. Dus dat u dat weet, je zit ook live op een ander platform. We nemen het op en zoals u net al hoorde, u kunt vragen stellen binnen de chat. En achteraf is alles nog na te kijken en wordt nog met u gedeeld. Dat is het programma tot 14:15. Uptempo, daar hebben we een heel mooi filmpje voor en dat ga ik u laten horen en dat doe ik even nog een keer checken of ik de juiste sharing sound heb ik aangezet. En als het goed is ziet u nu een beeld, klopt dat? Ja, daar gaat hij nu aan. De gebouwde omgeving staat voor een immense transformatie. Willen we de doelen in het klimaatakkoord halen, dan moet de energietransitie versnellen. Dat gaat niet vanzelf. Daar is innovatie. Dat gaat niet goed, want ik zie ergens dat ik niet het juiste beeld had gedeeld. En ik zag iedereen ook zoeken, dus dan dat betekent dat ik weer even op een ander knopje moet drukken. Dat gaan we gewoon nog een keertje doen. En ik word niet zo snel zenuwachtig, maar ik moet gewoon even kijken naar het juiste schermpje wat ik ga delen. En dat ga ik dus nu nog een keer doen voor u. Hier het filmpje over Uptempo. De gebouwde omgeving staat voor een immense transformatie. Willen we de doelen in het klimaatakkoord halen, dan moet de energietransitie versnellen. Dat gaat niet vanzelf. Daar is innovatie voor nodig en de kracht om het groot aan te pakken. Er is een schaalsprong nodig. Gelukkig zijn er mensen en organisaties met enorm veel briljante ideeën en innovatieve oplossingen. Maar ze hebben ook vragen. Waar kan mijn innovatie toegepast worden? Hoe kom ik van een pilot naar schaalgrootte? En hoe bereik ik woning- en gebouweigenaren? Woningcorporaties, gemeenten en bewonerscollectieven willen hun woningen en hun wijken verduurzamen. Maar zij vragen zich af, welke innovatieve technologie heeft zich bewezen? Welke innovatie past bij mijn project? Wat gaat het kosten? Hoe pak ik het aan? Het is nodig dat de vraag en het innovatieve aanbod beter met elkaar verbonden worden. Alleen zo kunnen we de schaalsprong maken en de gebouwde omgeving verduurzamen. Dat doet Uptempo. Uptempo helpt verbindingen leggen. Door innovaties een podium te geven, met tools en trainingen voor aanbieders, learning communities en praktijkonderzoek met vraag en aanbod. Zo bouwen wij bruggen tussen innovatief aanbod en vraag, zodat we de schaalsprong snel kunnen maken. Uptempo. Nou, mooier dan dit kunnen we niet maken. En ik hoor verbinding, ik hoor hoe bereiken we gebouwen en woningeigenaren en innovaties.
Bram, mag ik jou het podium geven? Kan je ons meenemen en inleiden van jouw experimenten, wat jouw ervaringen zijn daarbij? Dankjewel, Peter. Ik wil jullie meenemen naar 2005. Ik had net 14 jaar bij Stork gewerkt in de techniek van gebouwen en in de industrie. En in die tijd kon je eigenlijk alleen een installatie verduurzamen als je ook een extreem technisch onderzoek had uitgevoerd. Het was bijna ambachtelijk om te zien. Zelf begon ik in 2005 CFP Green Buildings. En ik had eigenlijk als opdracht gesteld om alle gebouwen te helpen verduurzamen. En dat verduurzamen, dat deden we met BREEAM, met energieconsultancy, met energiemanagement systemen, later met LEED, soms met GPR. Begonnen we als een adviseur die de uitkomsten van dat advies garandeerde, zowel in de uitkomsten van de verduurzaming, als in de uitkomsten van de techniek, als in de uitkomsten van de kostenreductie en investering. Maar ergens in 2012 deden we zo'n 2000 gebouwen per jaar. Toevallig werkte Orin in die tijd bij ons. 15 adviseurs die 2000 gebouwen per jaar verduurzaamden. En we vonden ons eigenlijk best wel een goed bedrijf. We hadden het Van Gogh Museum verduurzaamd, het AMC ziekenhuis als klant. Op grote gebouwen, op grote schaal vonden we zelf. Ik zat in die tijd ook in de duurzaamheidsambitieraad van MVO Nederland en later in DGWC-bestuur. En ik kwam erachter dat door de nieuwe wetgeving en eigenlijk door alle trends, dat er niet 2000 gebouwen verduurzaamd moesten worden, maar 1 miljoen gebouwen en 8 miljoen woningen. Ik reed naar huis uit Utrecht nadat ik een keer op het podium had gestaan en ik dacht, ik kan de tent net zo goed sluiten. Al worden we 10 keer zo groot, met 10 keer zoveel adviseurs, nog steeds zullen we niet die 1 miljoen gebouwen halen en die 8 miljoen woningen al helemaal niet. We hebben toen gedacht van, wat is er nou constant aan het advies geven in gebouwen? Nou, eigenlijk stel je altijd van tevoren dezelfde vraag, je wil dezelfde informatie zien. Je kijkt naar dezelfde benchmarkprofielen, vervolgens zoek je naar de verschillen. En je kijkt naar dezelfde informatie. Onze klanten zeiden van, waarom moet ik je eerst jou als adviseur alles vertellen wat ik weet, om daarna te horen wat ik je verteld heb, plus conclusies die ik zelf had kunnen trekken. Dat was natuurlijk een beetje kort door de bocht, maar de eerste 2 weken van de adviesopdracht waren eigenlijk altijd hetzelfde. We hebben toen gezegd, waarom zorgen we niet dat al die vragen door aan een geautomatiseerde adviseur gesteld kunnen worden, zodat je je eerste boodschappenlijstje kan maken, dat je de quick wins hebt voor je, ik noem het quick wins, maar dat je de eerste 5 stappen hebt om je gebouw te verduurzamen, je woonzorgcomplex, je flats of je woningen. Dat is geen oplossing om alle consultants de deur uit te zetten, integendeel, maar het zorgt er wel voor dat iedereen zijn eigen gebouwen kan doorlichten. Nou, ING Bank die heeft dat geïntroduceerd, hè, die tool, die hebben we CSR manager genoemd, alsof je een eigen duurzaamheidsmanager in huis haalde, volledig geautomatiseerd. En die heeft hem voorgesteld aan 5000 commerciële beleggers. De meeste van die commerciële beleggers hadden woningen, zeg maar 20.000 woningen en 10.000 gebouwen. Het bleek eigenlijk dat die tool door iedereen gebruikt werd en dat die ook nog eens toegepast werd. En de 11% groene energielabels van 2015 waren 5 jaar later 90% groene labels. Ja, dat werd gezien door de Rabobank, door ABN AMRO, door de Bank Nederlandse Gemeenten. En zo worden er nu 300.000 woningen en gebouwen doorgelicht per jaar met diezelfde tools. En niet door de adviseurs van CFP, maar juist door de woningeigenaren, door de woningcorporaties, door de asset managers. Iedereen doet het eigenlijk zelf en neemt die conclusies vervolgens mee. Het vreemdste wat gebeurd is dat dit handelingsperspectief heeft gegeven. Handelingsperspectief aan mensen die niet voor duurzaamheid gestudeerd hebben of zelfs niet voor vastgoed. Handelingsperspectief voor CEO's van beleggingsfondsen, bankrelatiemanagers, eigenaren, huurders. Eigenlijk zelfs technische installateurs maken gebruik van de tool om zo snel indruk te krijgen hoe je moet verduurzamen. We zouden dit aan jullie willen laten zien, niet om het te kopen of zoiets. Dit is eigenlijk een oproep om te schalen. Dat als je openbare data, en ik ga zo laten zien wat dat is, als je die kan inzetten zoals wij die hebben ingezet, samen met kennis van de markt, met kennis van de techniek en met kennis van de kosten natuurlijk, dan kan je hele gave dingen doen die niet het hele vraagstuk oplossen, maar die wel een heleboel mensen in kunnen zetten om samen dat vraagstuk wel op te lossen.
Ik ga nu het scherm delen en ik wil jullie graag drie dingen laten zien. En de schaal gaat van groot naar klein, van Nederland naar een gebouw. Zo. Jullie zien hier mijn boot, het is dat rechter ding. Even kijken, bootje. Zo. Ik hoop dat jullie hier de routekaart duurzaam vastgoed zien. Ik zie geen reacties op dit moment, dus ik hoop dat goed gaat. De routekaart duurzaam vastgoed bestaat uit alle gebouwen van Nederland. 9,1 miljoen gebouwen en woningen. En wat we met die woningen gedaan hebben, dit is kadasterdata plus de database van EP Online. En met de algoritmes van CFP daarachter, die per gebouw berekenen wat de verduurzaming kan zijn. Deze database die staat tot jullie beschikking. Je kan hem zo gebruiken op routekaartduurzaamvastgoed.nl. En hierbij gaat het tot op buurtniveau. Maar je kan hem ook op postcodeniveau krijgen als je dat zou willen. En dan moet je daarvoor even contact met ons opnemen. Nou, wat doet die routekaart nou? Stel nou dat we bijvoorbeeld de provincie Noord-Holland nemen. Dan zie je hier het aantal gebouwen naar beneden gaan naar 1,5 miljoen. Je zou de woonhuizen kunnen selecteren in Noord-Holland. En zelfs van een gemeente of van een wijk en daar weer van een buurt. Maar laten we zeggen van deze buurt. Wat de tool nu doet, je zou nog ook het bouwjaar kunnen rekenen of het oppervlakte. Wat de tool nu doet is vier scenario's laten zien. Nou, 42, hè, dat is best wel redelijk. Het gaat hier over huizen uit 1975, 5000 stuks. Bij elkaar 560.000 vierkante meter. Het energielabel A, dat is al een flinke investering. Gasloos is nog iets meer en energie-neutraal is 145 miljoen. Dit is de kortste demo die je kan voorstellen. Maar ik wil jullie laten zien wat de kracht is van puur publieke data. Gecombineerd met de ervaring van het verduurzamen van 30.000 gebouwen. Als ik nu naar het volgende tabblaadje ga, dan dit is de CSR manager. En nu zie je het onderliggende niveau. Het onderliggende niveau is een portefeuille, we noemen hem hier de real estate demo portfolio. Daar zitten in dit geval 103 gebouwen in, samen 300.000 vierkante meter. En de manier waarop die gebouwen zijn ingevoerd is met hun postcode en huisnummer. Verder niet. De tool haalt uit kadaster de kenmerken van alle gebouwen. En vervolgens wordt er met de algoritmes aangegeven hoe je van minder goede labels naar betere labels gaat. Dit zijn de werkelijke registraties. En dit is de toepassing van de business case. Die toepassing van de business case is niet op basis van kengetallen. Dus niet op basis van als je er 10% in deze portefeuille investeert, gaat het zo en zo. Maar het is per gebouw uitgerekend. En per gebouw, dat is bijvoorbeeld, je ziet hier allemaal wonen of allemaal zorggebouwen. Ik zal er een wooncomplex uitzoeken. Hier de Erasmusstraat in Apeldoorn heeft een berekend label E. Dus blijkbaar is er geen energielabel afgegeven. En als ik naar dit gebouw toe ga, kom ik op het tweede niveau. En hier zie je dezelfde business case die je net zag voor de portefeuille, zie je nu voor het gebouw. Het huidige berekende label is een E en het zou naar een verbeterd label A gaan. Nou, wat je hier onder je vingertoppen hebt, is in feite een geautomatiseerde consultant. Hij heeft nadelen en hij heeft voordelen, of zij. Het nadeel is dat die consultant niet in je gebouw is geweest. Dus je zal zelf aan moeten geven of je wel of geen zonnecollectoren in je business case hebt. Hij heeft ook voordelen, want hij doet volledig automatisch. Neemt hij in dit geval een warmtepomp mee, alleen een elektrische warmtepomp. Hij neemt warmtewinning niet terug mee. Dus als ik hier zeg, die wil ik wel hebben, dan neemt hij hem wel mee. En als ik geen dakisolatie zou willen hebben, zet ik hem op autoscope. Met deze beantwoording van deze vragen heb ik in feite de business case, waarin die van E naar A gaat, heb ik geconfigureerd. Je kan hier ook de informatieplicht mee afmelden, je kan de kenmerken, je kan het energielabel inschatten, je kan een rapportage uitdraaien. Maar wat misschien wel interessant is, dat is de routekaart. De routekaart die zegt eigenlijk, als ik deze maatregelen allemaal neem, dan is dit hoe mijn energielabel wijzigt.
Nou ja, het is een geautomatiseerde consultant. Maar als ik bijvoorbeeld de gevelisolatie van 2022 naar 2023 haal, dan gebeurt er niet zoveel. Maar als ik de elektrische warmtepomp naar voren haal, dan gaat ook het energielabel naar voren. Maar je kan je voorstellen dat je dit in investeringen kan laten zien, in besparingen of in CO2-reductie. Als ik nu naar alle gebouwen ga, kan ik de routekaart dus ook van alle gebouwen in mijn portefeuille maken. In CO2, in investering, in energielabels. Dus eigenlijk heb ik nu de onderhoudsplannen van deze gebouwen gekoppeld aan de business cases. En die heb ik versneld doorgerekend. Het aardige hiervan is, iedereen kan hier aan bijdragen. Dus iedereen die toegang heeft tot dit portfolio, ik kan eraan bijdragen. Wij zijn heel benieuwd hoe dit voor jullie zou kunnen helpen. Want zoals ik misschien verteld heb, wij komen uit de hoek van de banken en uit de hoek van de commerciële vastgoed, waar heel veel woongebouwen in zitten, waar heel veel woningen in zitten. Maar wij komen niet speciaal uit de hoek van de woningcorporaties. We hebben wel veel voor jullie gewerkt, maar dat was dan vaak als voor jullie eigen vastgoed. Ten slotte wil ik jullie laten zien wat wellicht de toekomst is. En ik zou jullie willen vragen om jullie meningen over de mogelijkheden hiervoor. Half november hebben we SportNL Groen gelanceerd. En SportNL Groen is een platform waar je je gebouw kan vergroenen, in dit geval voor de sport, in de opdracht van het ministerie van VWS. En het is eigenlijk booking.com van gebouwen. Nou, het is gelanceerd vanuit de routekaart Verduurzaming Sport. We doen het non-profit. We willen er vooral van leren. En de winst die gaat terug naar de sport toe. En net zoals dat je bij Booking informatie krijgt over het land waar je naartoe gaat, bij Booking heb je ook adverteerders die geld doen. En je hebt natuurlijk referenties. Nou, wat je hiermee zou kunnen doen, in het geval van de woningcorporaties, is dat je aan je huurders aanbiedt wat zij zouden kunnen doen als er een verduurzaming van hun pand is. Waarbij dan de schil misschien wat minder interessant is voor ze, hè, maar waarbij ze wellicht ook wel een badkamer of een warmtepomp kunnen krijgen als extra op het verduurzamingspakket. Of misschien voor de overlast van het verbouwen geef je ze een vakantie ergens. Net zoals dat hier subsidies, sportleningen en coaches worden aangeboden. Nou, de tool die jullie net zagen, die technische tool, is eigenlijk omgebouwd tot een tool voor normale mensen. Voor mensen die niet verduurzaming of vastgoed als vak hebben. Ze kunnen hier in selecteren bijvoorbeeld zonnepanelen. Je kan die zonnepanelen configureren. Je kan dus zeggen van nou, ik heb niet 1110 vierkante meter, maar ik heb 1000. Zo. En ik wil niet van Sunrock hebben, maar van iemand anders. Nou, als je hier de samenvatting doorklikt, dan zie je het financieel voordeel, in dit geval voor deze tennisclub, de cashbacks die je krijgt van de fabrikanten die je kan gebruiken en een maximale subsidie die is uitgerekend door de tool. Nou, wat we eigenlijk aan jullie willen vragen is, je ziet hier drie tools. Met de eerste tool, je zag hier drie tools, met de eerste tool kan je grote portefeuilles doorrekenen van hele specifieke buurten en postcodes tot aan heel Nederland. Je kan er routekaarten mee maken, je kan er routekaarten mee uitrekenen. Met de CSR-manager heb je een geautomatiseerde consultant die nadelen en voordelen heeft. En met SportNL Groen kan je eigenlijk gewone mensen verleiden om hun gedrag te verduurzamen samen met jullie VVE's of met jullie woningcorporatie. Of met hun als huurder van jullie huis. Ik hoop dat dit niet te lang was voor je. Ik ga stop sharing doen. Ja, dankjewel Bram. Was een prima eerste inleiding. Er zijn ook een aantal vragen binnengekomen. Ik pak er even eentje uit. Zijn de ambities die in het klimaatakkoord worden benoemd, zijn die hier al in verwerkt? Ja. Dus in de tool, ik heb een aantal schermen natuurlijk niet laten zien, maar je kan zien hoe je naar Paris Proof toe gaat. Je kan laten zien, je kan Beng invoeren of Net Zero. Wat voor definitie je ook zou willen, dat zit erin.
Een andere vraag is, kan ik van elke wijk in Nederland zo'n analyse maken? Met bijvoorbeeld een bepaalde straat en daar een per woning inzoomen? Ja, met de openbare versie die ik net liet zien, die kan dat niet. Maar als je met ons in contact treedt, dan kan dat wel. En is dat openbaar? Is dat dan ook vrijblijvend? Of hoe werkt dat zoiets van? Is het is dat jullie verdienmodel? Of zeg je van dat dat ja, doen wij ook? Nee, die openbare versie is kosteloos. Ja. En, als wij de consultants en de engineers ervoor aan het werk moeten zetten, moeten we daar wat voor vragen. Maar ons doel is eigenlijk om zoveel mogelijk met die public data te doen. Dus wij zien die data niet als iets wat we verkopen. We zien dat eigenlijk meer dat het platform, die dienst van het platform, die willen we zoveel mogelijk laten gebruiken. En of dat nou door ingenieursbureaus is, of door concurrenten, of door klanten, of door leveranciers, dat maakt ons niet uit. De besparingen die je berekent, zijn die ook gekoppeld aan actuele energieprijzen? Ja, de tool wordt iedere week, iedere dag worden de energielabels opgehaald bij EP online. Wekelijks zijn er checks met allerlei tests van dat de automatisering allemaal goed is. Dat de data consistent is, maar ook dat de data klopt met de werkelijkheid. Dat was een vraag van Leo Jansen overigens. Naomi Wiertz van Savo die stelt de vraag of de definities en kengetallen ook in de tool worden toegelicht. Dus van hoe wordt het een en ander berekend? We hebben een referentiedocument. Die staat niet in de tool, maar dat is een 30, 40 pagina's waarin van ieder cijfer de onderbouwing staat. Of eigenlijk de definitie daarvan. Nou zei je al, jullie komen vanuit financieel perspectief. Hè? Dat is misschien ook wel redelijk vernieuwend. We hebben met elkaar een voorgesprekje gehad. Ik zei, ken je die dan? En er waren ook toch nog wel redelijk onbekende. Dus in dat wereldje van data krijg je verschillende aanvliegroutes. Een vraag die Joost Vlot stelt. Veel partijen hebben of willen geen geld upfront investeren. Vanwege lage rentestanden is het aantrekkelijk om te financieren, omdat je besparing hoger is dan je rente en je aflossingsverplichtingen. Hoe gaan jullie daarmee om? Bieden jullie daar iets in aan of wat is jullie ervaring ermee? Ja, wat zo gaaf is dat als je de business case zonder kosten in beeld ziet, dan is die split incentive die is snel opgelost. He, als je eerst een scan van een paar duizend euro moet uitgeven, moet je 6 weken wachten. Nu kan je samen met de huurder of samen met de exploitant of samen met de VVE kan je om tafel zitten. Als we het nou eens met dubbel glas doen of met HR++ glas, maar geen warmtepomp. Als we nou eens blokverwarming houden of als we per appartement verwarmen. Dat kan je allemaal ter plekke doorrekenen. Het is op 90% nauwkeurig. Dus je kan niet de bestelling daarmee doen, maar je kan wel heel snel met elkaar beslissen hoe je de financiering, wat voor financiering je nodig hebt en hoe je die zou verdelen. Misschien zeg je wel als huurder, ik betaal wat mee door wat meer kosten bij te dragen totdat het is terugverdiend. Denk alvast na over een vraag die komt straks dan van mij nog. Ik zie mensen van Toevast en van de variabelen. En er zijn nog een aantal andere mensen die zich heel erg, Savo, die zich ook vrij druk bezighouden met data. En hoe je data kan implementeren in je advisering. Van hoe komen al die platforms dan ooit eens bij elkaar? Of dat je daar misschien wel een landelijk platform voor ontwikkelt? Denk er even over na. Ondertussen vraag ik Raymond, jij schrikt ervan Raymond, bij Raymond Vlieland van woningcorporatie Woonkracht 10. Waar ligt Woonkracht 10 aan de kust, denk ik, of niet? Zwijndrecht inderdaad. Zwijndrecht, ja. Oh ja, dat klopt. Ja. Ik herken het in één keer. Raymond, jullie zijn ook met data bezig rondom verduurzamingsstrategieën. Wat is jullie ervaring hierbij? Klopt, wij zien dat onze data steeds belangrijker wordt. We hebben natuurlijk als corporatie een ontzettend grote opgave om in ieder geval in 2050 ons bezit CO2 neutraal te hebben. En daarvoor is data natuurlijk essentieel. We zien dat we niet altijd als corporatie goed zijn geweest in het bijhouden van de data. Dus onze data klopt ook niet altijd. Dus dat is wel echt een van de streven om de komende jaren te verbeteren. En daar helpt deze tool tweeledig bij. Op korte termijn hebben we natuurlijk met elkaar een korting op de verhuurdersheffing gehad, waarin we natuurlijk dit jaar in de prestatieafspraken moeten gaan aantonen aan de minister van wat moeten we allemaal doen.
En daar helpt natuurlijk deze tool op korte termijn ontzettend bij om daar een eerste globaal beeld bij te schetsen. Ook omdat we bijvoorbeeld natuurlijk moeten aangeven van hoeveel zonnepanelen kunnen we op ons bezit plaatsen. En op de langere termijn helpt deze tool ons om gewoon ons MEOB goed op te bouwen. Omdat ook al terecht aan het begin van deze meeting gezegd werd, ja, op het moment dat er geen geld op de begroting voor beschikbaar is, gaat het gewoon niet door. En dat zien wij nu ook, zeker nu de bouwkosten stijgen. Op het moment dat wij buiten onze begroting gaan, is er eigenlijk geen ruimte voor iets nieuws. Dus juist dat inzicht, zowel op de korte als op de lange termijn, ja, daar kunnen deze tools aan bijdragen. Raymond, ik ben benieuwd, als je, neem even zo'n tool als deze, waarbij data inzicht geeft voor je strategie. Is dat ook iets om dat samen te doen met je partners, met je bouwpartners of met je ontwikkelpartners? Dat doen we. Wij zijn als woonkwartier, zijn we ook in het verlengde bezig met een beleid omtrent energiearmoede. Dat trekken we onder andere natuurlijk op met onze gemeente en daar betrekken we onze huurdersvertegenwoordiging ook bij. Kijk, dat biedt natuurlijk deze tool natuurlijk ook om te kijken van wat kunnen ze bijvoorbeeld besparen op het moment dat ze oudere verlichting vervangen voor LED-verlichting. En juist energiearmoede is onder andere door het TNO-rapport natuurlijk super actueel. En daar wordt ook zeker naar gekeken, nu ook vanuit de Tweede Kamer onder andere. Dus ik verwacht dat daar de komende maanden / jaren ook wel heel veel op ons afkomt nog. Dankjewel Raymond. Blijf er even bij. We gaan naar de andere kant van het land en daar zit Gerald Ooyman van Wonion. Dag Gerald, jullie zijn ook altijd vooruitstrevend als woningcoöperatie. Dus jullie zijn ook al met data bezig, data-interpretatie. Hebben jullie ervaring met zulke tools? Wij werken alleen met een ander soort tool van Endule. Waarin we ook ons bezit op die manier in beeld hebben gebracht van wat kunnen we daarmee doen. En daar is ook onze hele strategie voor de komende jaren voor de verduurzaming op gericht. En we gebruiken ook de energieatlas, die vragen we op. Dus in die zin maken we er heel veel gebruik van. En ik denk dat het inderdaad alleen maar een vlucht gaat krijgen en steeds belangrijker wordt om de data goed te gebruiken. En inderdaad, zorg dat je systemen gewoon ook de goede data in het systeem hebben zitten. Dat is ook een herkenbaar iets wat denk ik bij iedereen zo is. Nou is dat jouw gelijk al je eerste tip, hè? Maar wat levert het nu op, hè? Dus goed, je kijkt ook al een tijdje na. Van levert FTE's op of is het uiteindelijk ook betaalbaarheid van de woningen? Nou, ik denk dat het sowieso inzicht oplevert, dus ook snelheid in handelen, ook betere keuzes, betere volgorde van keuzes en een betere samenwerking ook met je partners. Als je de data deelt, wat wij in ieder geval met onze RGS-partners doen, die ook de verduurzaming voor ons realiseren, is ook met hen optrekken. Om te zorgen dat de data bij elkaar komt en dat we niet allemaal losse systemen naast elkaar gaan krijgen. Maar zij moeten het voor ons gaan doen. Zij moeten ook de oplossingen bedenken. Met ons natuurlijk, maar zij zijn de kenners. Dus laten we hen vooral gebruiken. Maar dan hebben ze ook de juiste data nodig. Nou, daar helpen dit soort systemen zeker bij. Dus daarbij zijn jullie dan faciliterend? Naar elkaar toe, aan beide kanten. Wat zij aan onderhoud of activiteiten doen, dat moet weer in die systemen terechtkomen, zodat wij ook weten wat er gebeurt en we met elkaar de goede keuzes kunnen maken. Ik ben benieuwd, als we het hebben over wijken, dan hebben we het ook over dorpen en steden. En dus ik heb Jos er even bij gevraagd, Jos Haberaken van de gemeente Nuenen. Jos, je bent in die zin ben je ook opdrachtgever naar de woningcoöperaties. Dus ben je microfoontje aan het zoeken, denk ik. Maar doe maar even op je gemak. Ja, het is gelukt. Ik ben het aan het zoeken. Ja, ook vanwege de boomwet hebben jullie... Ik hoor een dubbele... Het geluid gaat dubbel. Hoor je een echo? Ik hoor een echo. Dat is wel vervelend. Ja. Ik kan het er niet uithalen. Nou, dan stel ik de vraag wel even, Jos. Ik hoop dat je me begrijpt. Hoe ga je als coöperatie om, ook met je prestatieafspraken naar de woningcoöperatie, als je gebruik kan maken van zulke data technieken? Ja, voor mij is het heel interessant om dat eens te zien. Ik wil het doorspelen naar de coöperatie. Ik heb zelf nog niet zo heel veel ervaring met die data die onze coöperatie gebruikt. Dus ik denk dat ik dit wel ga delen met hun.
om eens te kijken hoe dat hun de business case rondkrijgen. Want dat is best nog een lastige voor de coöperaties ook. Van, ze hebben recentelijk hier een hele wijk verduurzaamd, maar er was wel ruimte voor het glas en de muren, maar niet voor het dak. En daar worstelen heel veel coöperaties mee, denk ik, dat ze niet oneindige budgetten hebben. Daarnaast, Jos, heb je natuurlijk ook het feit dat je tussen die woningcoöperatiewoningen particulieren hebt wonen en andere gebouwen. Is dat iets wat de gemeente kan faciliteren? Ja, momenteel leggen we daar eigenlijk nog niet zo de nadruk op. De nadruk ligt toch wel echt bij de bewoners zelf om die verduurzamingsslag te maken. Dus in die zin zijn we wel de bewoners aan het activeren om te verduurzamen. Maar wij kunnen eigenlijk nog niks opleggen. Dat is wel een beetje een nadeel. We hebben geen tools om te zeggen van u moet nu verduurzamen. Ik snap het, Jos. Doe de microfoon maar even uit, dan hoor die dubbeling niet meer. Dankjewel dat je commentaar hebt gegeven erop. Want dat zegt ook wel dat je nieuwsgierig bent als gemeente. En het gesprek daarover wil aangaan met jullie eigen coöperaties in de gemeente Nuenen. Dat zegt wel iets over de beweging die gaande is. Oren, er is genoeg beweging gaande in de chat. Er worden veel vragen gesteld. Kan je er een paar uitlichten die mensen van dit panel kunnen beantwoorden? Ja, er gaan een aantal vragen over hoe je werkelijke prestaties worden meegenomen in de tool. Onder andere Mariette Rutte die vraagt het ook. Dat ging volgens mij nog over de routekaart duurzaam vastgoed. En haar vraag was, is die tool ook gekoppeld aan ervaringsdata? Of zijn het alleen theoretische prestaties? Ja, dat is een goede vraag. Wij komen uit de hoek van de werkelijke energiemeting. De werkelijke energiemeter data die aan een energiemanagement systeem zijn gekoppeld. Er zijn twee redenen waarom energielabels hier zo belangrijk zijn. We kennen natuurlijk, we weten natuurlijk dat het energielabel niet alles zegt over je verduurzaming. Maar omdat er wettelijke verplichtingen zijn aan het minimum energielabel. En omdat de maatregelen die je toepast in een gebouw toch iets doen aan je duurzaamheid. Daarom is de reden dat we dat energielabel wel meenemen. De heilige graal is natuurlijk om werkelijke data te meten en te volgen en te monitoren. We doen dat voor een paar duizend gebouwen. Die energielabeldata doen we voor 300.000 gebouwen. En daar zit meteen het verschil. Als je van een energiemeter de data wil hebben, moet je van iedere energiecontracthouder autorisatie hebben. En dat moet je ieder jaar weer doen. Als je verschillende eigenaren en huurders hebt met een energiemeting, dan kom je al helemaal niet bij die data. Dus soms is de energielabeldata het enige wat we hebben. En dat gaat duren totdat de privacywetgeving af wordt gehaald van de energiemeterdata. Dus iedereen die zegt het draait om werkelijke energiedata, helemaal mee eens. De werkelijke energiedata zijn verdisconteerd in de tool, omdat wij niet met kengetallen werken, maar met werkelijke data van werkelijke gebouwen waarop de algoritmes zijn gebaseerd. En als je je werkelijke energiedata en je werkelijke energieconsumptie invoert, dan wordt de tool eigenlijk 100% precies. Dus twee antwoorden. De heilige graal is werkelijke energiedata, maar daar waar die er niet is, gebruikt de tool de second best optie. Ik heb nog wel een vraag aan een van de heren coöperaties. Raymond, als je inzicht hebt in data van je eigen bezit, is er dan samenwerken met andere coöperaties met vergelijkbaar bezit dan makkelijker, toegankelijker? Toevallig heb ik bij mijn vorige corporatie, Elon Wonen in Haarlem, hebben wij inderdaad met mandjes gewerkt. Daar gingen we kijken van wat voor is een vergelijkbaar bezit. Dus daar hadden we eigenlijk een uitvraag richting opdrachtgevers van één gezinswoning tussen 1945 en 1982. En hetzelfde voor de portiek etage flats. En die hebben we gezamenlijk in de markt gezet. En naarmate je natuurlijk meer woningen in een mandje aanbiedt, schaalgrootte. En we hoopten elk jaar daar de kosten te verminderen. En ik hoop dat we dat binnen de Drechtsteden ook voor elkaar kunnen gaan boksen. Want ik denk dat er wel heel veel potentie in zit. Wij werken nu nog heel erg met RGS-partners. En dan is echt een complex niveau. Maar ik hoop dat we wat meer naar gebouwniveau kunnen. In ieder geval vergelijkbare gebouwen.
Ben ik benieuwd, Raymond, want er was ook nog een vraag die ik algemeen heb naar dit webinar. Van ja, leidt dat dan ook tot innovaties? Want ja, op het moment dat je zegt van je gaat massa creëren, dus het wordt wat inzichtelijker. Betaalbaarheid willen we dan. Leidt dat tot prefabricering of tot slimmere innovaties? Was jouw ervaring erin? Dat was wel het doel. Het stond nog wel echt aan de vooravond, dus we moesten daar nog wel echt beginnen. Maar bijvoorbeeld de BAM die ging door middel van drones inspecteren, waardoor ze daar ook al een aantal FTE konden besparen. En het was ook het doel om daar jaarlijks kosten te besparen, zodat het ook elk jaar wat goedkoper werd. Dus dat was wel het uiteindelijke doel, door middel van innovatieve toepassingen de kosten drukken. Hoe is dat, hebben jullie bij Bonion, Gerold, heeft dat tot innovaties geleid? Of in ieder geval, heb je al daar ruimte voor gecreëerd? Ja, dat zit eigenlijk in hetzelfde van dat je juist met je RGS-partners kun je dat ze elke keer weer naar voren kijken. Wat we ook mee bezig zijn in de regio is ook met de particuliere woningvoorraad, met alle partijen in de regio om aan de particuliere voorraad dit te hangen. Maar dan doe je dat inderdaad ook op een bepaald woningtype. Dat kan je ook niet op alle woningen doen, omdat daar zoveel verschil in zit. Maar er zit ook heel veel repetitie ook in de particuliere woningvoorraad, dus daar kun je het ook voor gebruiken. Oké, ik snap het. Ik ga even afscheid nemen van jullie. In ieder geval bedankt dat jullie hebben deelgenomen aan dit panel. Dankjewel Raymond Vlieland en Jos Haberaken en Gerold Ooyman. Dus dat doen we. We moeten even wat knopjes drukken. Dus dat gaat dan zo. Dankjewel. En deze ook. En deze ook. Ik wil eens aan iemand uit de markt vragen. En Leo Jansen. Installatiebedrijf die reageerde straks al met een vraag. Leo, ja, je bent in beeld. Het gaat een beetje brutaal zo. Maar Leo, wat doet dit nou met je als je deze informatie krijgt? Zet je dat in een activatiestand of zijn je al druk bezig met acteren op data? Je moet je microfoon nog even aanzetten. Ja, ze hebben een knopje vinden, dus het... Ik vraag nu of je wil unmuten. Dan... Ja. Ja. Ja, het gaat. Het is altijd met de techniek. Anders probeer maar gewoon even uit. Leo, ik hoor wel als je geluid hebt gevonden. Dus even op het juiste knopje drukken. Ik had nog iemand uit de praktijk. Eens even kijken. Ik zag Hans Blauw. Ook van gebouwbeheer. Zag ik ook. In het webinar. En Hans, eens even kijken of ik je erbij kan krijgen. Nou, dan moet je camera aanzetten, kan ik je niet erbij krijgen. Ik was benieuwd of Hans daar nog iets over kon zeggen. En Hans, ja, Hans komt erbij. En zo. Ja, Hans, als het goed is ben je erbij, of niet Hans? Ja, Bas los. Toch wel of niet? Ja? Ja, ik zie je alleen niet. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Veel beter? Ik heb het nog niet, maar misschien ligt dat aan mij. Maar kan je er iets over zeggen? Want jullie zijn ook... Ja, zo is het beter. Hans, jullie hebben veel ervaring dus met, gebouwbeheer. Hè? Dus zowel op de lange duur, dus ook niet alleen exploitatie en beheer, maar ook renovatie en verduurzaming. Hoeverre maken jullie nu al gebruik van openbare data's en tools die daar versnelling kunnen aanbrengen? Ja, volop. Je kunt niet meer zonder, hè? Wat betekent dat voor jullie? Want als je naar de dagelijkse praktijk kijkt, is dat iets... hebben jullie tools tot jullie beschikking en wat levert het op? Kan je ons meenemen erin? Ja, we kunnen op het gebied van onderhoud en op het gebied van energiemanagement kunnen we monitoren, sturen op de processen. Ja. Daarmee hebben wij nu ook groepen intern. Op dit moment zitten we op ongeveer €5.000 per jaar voor de gemiddelde eensgezinswoning voor de TCO, onderhoud en energie. Mm-hmm. En laten wij onze doel stellen tussen de 500.000 uit te komen. En dat moet je door monitoring doen. Dat moet je door anders denkend te sturen. En niet meer klassiek blijven denken op de processen die we lang hebben uitgevoerd. En dat betekent ook dat we anders gaan verwarmen. Dat we anders gaan ventileren.
maar wel op een gemonitord systeem. En wij zijn nu bezig met een testpilot waarbij we een woning realiseren die in de wand met een constante temperatuur, waardoor we geen warmte meer verliezen, maar ook niet meer binnenkrijgen in de zomer, is de verwachting dat we binnen 2 en 4 watt de vierkante meter kunnen blijven. Oké. Dat betekent dat je op een heel andere manier kunt gaan verwarmen. En ook je ventilatiestromen kunt gaan aansturen. Heb jij al op deze wijze zeg maar naar wijken gekeken? Dus dat je kijkt naar die mix van de verschillende datasets. En om een soort perspectief te kunnen schetsen in jullie eigen omgeving. Zoals wat we net hebben gezien in de presentatie van Bram. Ja, eigenlijk wat Bram laat zien is dan even de overview in zijn totaliteit. Maar dat kun je gewoon ook op woningniveau laten zien. Natuurlijk hebben we te maken met ook woningtypologieën, met nog steeds een dakconstructie met niet 60, maar 21 dakafstand. Nou, daar hoef ik geen zonnepanelen te plaatsen, die houden het niet. Mm. Je kunt op heel veel dingen, kun je gewoon heel veel sturen. Dus wat dat betreft denk ik dat het eens om te komen tot een versnelling in dat proces. Je moet ook op wijkniveau gaan kijken. Als je op individuele woning gaat kijken, dan wordt het ga je weer terug in de tijd. En we moeten juist gaan versnellen. Nou, dankjewel Hans. Ja, ik moet weer gaan afbreken, want het is weer bijna tijd. Dus ik wil naar een laatste vraag gaan. Dus ik bedank Hans, Leo en Gerald voor jullie bijdrage. Spontane bijdrage, want zo gaat het dan heel vaak binnen zo'n lunchwebinar. Dus dankjewel Gerald. We zullen elkaar vast nog een keer spreken. En Leo, ja, nou heb je de microfoon aanstaan, maar dan zijn we klaar. Ja, het is nog niet hoorbaar, dus, maar dat maakt niet uit. Blijf er even lekker bij. We gaan naar die laatste vraag. Ja, we hebben een minuutje, zeg maar. Een soort reservetijd. Laten we maar een beetje de carnavalsperiode, dan hebben we altijd een beetje reservetijd. Laatste minuutje. Die samenwerking, dus die verschillende tooling vanuit verschillende perspectieven. Als je ook kijkt erop, kan je nog een uitsmijter geven? Ik denk dat het essentieel is dat we allemaal onze data ter beschikking stellen aan iedereen die er wat mee kan. En dat degene die iets aanlevert, als die daarvoor betaald moet worden, dan moet dat altijd een fractie zijn van wat het oplevert. Onze data wordt door ING-bank nu gebruikt gewoon door een API. Niet door de hele tool, maar alleen door een API. En daar raadplegen ze onze algoritmes en de energielabels mee. Lloyds Banking Group, die zitten nog in Engeland, die zitten nog gewoon op de hele tool van ons. Ik denk dat als iedereen zijn data beschikbaar stelt, dat we dan heel snel digital twins kunnen bouwen. En het enige wat daarvoor nodig is, is een standaard informatiemodel, zodat iedereen weet waar zijn stukje informatie terecht kan komen. En dat er een soort van algemene consensus is dat informatiemodel er moet komen. En of dat dan de metaverse heet of digital twins, maakt niet zo heel veel uit. Wij zijn in ieder geval bereid om erin te investeren en om eraan bij te dragen. En daar waar het ons niks kost om het te maken, gaan we er ook niks voor rekenen. Nou ja, goed, het is een soort oproep. En wie leidt het tot een consortium en een mooie indiening? Dus dat zou zo kunnen zijn. Ik bedank jou, Bram. En ondertussen laat ik jullie het scherm zien waarbij je zeker kennis moet nemen van uptempo.nu. Daar staan de 101 innovaties, en het zijn er veel meer dan 101, die geselecteerd zijn door het team van TK Urban Energy en Uptempo. Echt de moeite waard om daar eens notie van te nemen. En eerstvolgend lunchwebinar is 4 april, maandag 4 april. En daarbij hebben we aandacht voor het platform van industrialisatie, het aanbiedersplatform. En daar gaan we ook dieper op in. U krijgt van ons nog informatie, retour via de mail. En kunt u nog lekker nakijken op gemak. Het ging natuurlijk weer veel te snel, maar zoals altijd, lunchwebinar bij Uptempo's, die zijn met Uptempo. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Blijf gezond en een hele fijne dag. Goed gedaan. Dankjewel.